Het opvallendste was dat mijn broer geïdentificeerd zou zijn aan de hand van een gouden tand. En nou ja, mijn broer had geen gouden tand. Altijd een beetje een dubbel gevoel gehad bij het graf. Altijd het idee van zijn ze het wel. En de verhalen die natuurlijk toen de tijd ook al speelden van moeilijke identificatie van personen. Het moest allemaal snel gebeuren, er zat heel veel druk op. Ja, en dan lees je zo'n rapport en dan, ja, dan gaat er wel wat weer door je heen. Dan denk je van ja, maar stel dat ze het nou niet zouden zijn. Wat dan? Tegenwoordig, met de mogelijkheden die je hebt, zou je heel goed met een DNA-onderzoek kunnen zien van zijn ze het wel of zijn ze het niet. Als het alleen om mijzelf zou gaan, dan zou ik het bij wijze van spreken morgen direct doen. Maar ja goed, je hebt ook met andere families te maken. Hè? Want als dit niet mijn broer en mijn moeder zijn, ja, wie zijn het dan? En waar zijn mijn moeder en mijn broer?